gisteren de eerste video van deze week met wat te zeggen over de Chicken Valley. Hè, dus het dorp met de thema kippen. Die zou aangepast worden. Nou, heb ik gisteren een video online geplaatst. En, of het is eergisteren geweest. En daar heb ik toch een beetje lopen mopperen van, nou, gemiste kans, de truc. Die hebben ze voorzien van nitro en die rijdt als Fast and Furious over de kaart. En de kippen die vallen gewoon per bosjes naar beneden. In eerste instantie niet, maar later vielen ze per bosjes naar beneden. En had je volgens mij op 6, 7 van die knots heb je wel een kip zitten. Dat veranderde later, dus dat werd steeds erger. Toen waren de tokens van de gebouwen nog niet zo interessant. Inmiddels zijn ze wakker geworden bij HD en hebben ze daar ook een aanpassing verricht. En zie je nu hele hoge aantallen tokens die je kan verdienen voor vrijwel weinig wat je moet inleveren. Voor één vis en zoveel tokens krijgen is natuurlijk fantastisch. Dus ze zijn wakker. Ze hebben hem een beetje aangepast. Hadden ze dat meteen moeten doen? Denk het wel. En dat hadden ze ook kunnen weten. Of ze hebben het gewoon niet goed gedaan. Ze hebben er gewoon niet doorgezet. Iemand heeft even niet op zitten letten. En toen ging het mis. Maar ik ben wel blij. Dit is te doen. Je krijgt iets meer benzine. Dat die truck wat sneller loopt. Ach ja, dat is mooi. Maar we kunnen nu ook meer tokens verdienen. En die tokens die zijn hard nodig om ja, wat... Ik moet wel een heel ver rijden, hè? Tokens zijn hard nodig om natuurlijk die prijzen te innen. Vooral de hoofdprijs, als je die al wil hebben, dan is dat toch wel een dingetje. En als je dan nog een paar prijzen uit de catalogus wil halen, dan is het toch ook nog wel leuk dat je daar wat extra tokens voor krijg. En ja, ik moet eerlijk zeggen, de aantallen die zijn niet slecht. Ze hebben gewoon een multiplier aangezet van nu krijg je in plaats van 5 keer 5 misschien een aantal. En dan is natuurlijk weer over de hele breedte is dat natuurlijk weer bij de ene wat meer dan bij de ander. En dat is natuurlijk logisch. Dus vandaar ook deze korte video. Ik kom er even op terug. Ze hebben nog wat aanpassingen gedaan. Anders krijg ik allemaal weer opmerkingen van, ja, maar ik krijg wel veel tokens. Ja, tuurlijk. Toen ik die video maakte, toen was dat nog niet zo. En nu maak ik de video en is het wel zo. Dus op den duur wordt het aangepast. Ik kan mijn video natuurlijk niet aanpassen. Dus ik hoop dat mensen dan een beetje snugger zijn. Dat ik de opmerkingen maak op basis van wat ik toen wist. En niet wat ik nu kan weten. Dus vandaar ook even deze video. Voordat mensen dat niet in de gaten hebben. Ik heb appeltjes nodig. Dus ik ben blij. Ik ben blij dat ze toch iets aangepast hebben. Want ja, het is zo zonde om van hele leuke onderdelen in HD. En de Valley vind ik dat toch nog wel best leuk. Het dorp. Om te doen. En ik deed dan de Sanctuary vooral. Dus het thema met de reservaatdieren. Omdat dat wel ja, het leukste was om te doen. Omdat je daar ook relatief op een goede manier niet al te fanatiek hoefde te zijn om toch de prijzen naar binnen te halen. En met de kippen was het altijd al zoiets van, die laat ik voorbij gaan, want dat gaat me gewoon veel te veel tijd kosten om daar een fatsoenlijk aantal tokens te halen. Zelfs al kon je 3 weken daarmee zoet zijn. Even kijken. Nou, dat zijn natuurlijk weer de aanbiedingen die je weer kan kopen. Dat is logisch. Ik ga eens even kijken, want misschien dat ik nog wat extra spins aan het rad kan verdienen. Ik had er 3 vandaag al. Ik ga eens even kijken wat ik kan verdienen met... Ik zit elke keer verkeerd, jongens. Ik kan er niet aan wennen. Dat is minder. Ik kan hier niet zo... Oh, dat is morgen. Vandaag. Ja, dat is niet zoveel, hè? Wat je dan kan verdienen. Als ik gewassen heb, dan kun je tenminste een vel volgooien. Dan krijg je punten, maar dit gaat niet opschieten. Dus extra spin zitten er niet in. Misschien dat ik nog iets met een trucorder kan doen. Maar dat is niet veel. Even kijken, ik kan nog wat gratis beloning ophalen. Dat is altijd weer interessant. Ik heb ook nog steeds ruimte. Een beetje in de gaten houden met het eraf halen van de gewassen. Even Rad van Fortuyn. Ken ik me daar nog iets leuks? Bijna geld. Is niet slecht. Kan altijd. Oh, dat is 2 keer hetzelfde. Dat is heel typerend. Even kijken, dit is allemaal verkocht. Dus we kunnen weer op vakantie. Even kijken. Dit is nog steeds niet afgerond, zie ik. Dus een beetje lastig. Ik had nog niet zoveel rijst. Ik kan nu wel dit doen. Kan ik in ieder geval een puzzelstukje verdienen. Hier vraag ik wel even hulp op. Dus dan kan ik dat doen. Hier zet ik even een vraag. Een reclame mee. Reclame. Even kijken, wat moet ik nou ook alweer doen? Ik heb 20 punten nu verdiend. En de truc kost me, of nou, dat geeft me 2 zonnetjes. De voer een varken. Oh, oké. Misschien dat ik dan zaadje wat kan laten doen. Want dat doet wel mee met het dorp. Die weer verdiend, ja. Wat willen jullie? No. Ja. Ik kan wel wat daar wat verkopen. Even wat wortelen erop. Die heb ik wel nodig. En dan tarwe. Oké. Gaan we dat er ook weer op staan. Heb ik nou de appels al? Ja, die had ik al. Ik zie verder nog geen andere dingen die ik moet doen. Dus dan kan ik deze gewoon... boerderijkaart. Doelstelling verricht. We hebben dubbele punten. Dat is ook mooi. Ik moet vissen. 50 ananas. Ja, moet niet. Maar kijk, kunnen we de pottenbakkerij leeghalen? Daar heb ik niks ingezet. Dat is niet zo handig, Ruud. Het kost best wel veel tijd om iets te maken. Dat gaat dan ook niet meer echt lukken, waarschijnlijk. Maar goed, ik kan wel een beetje stout doen. En misschien wat makkelijker. Dat is de theehut. Oh, die kan ik ook doen. Welke is het kortste? 17 minuten. Ja. 17 minuten. Nou, dan doen we die. Misschien dat ik die nog kan doen vandaag. 17... dat is toch wel een paar uurtjes nog. Maar goed, we hebben weekend, hè. We mogen ietsje later naar bed. Wat hadden we nog meer op de... boten? Nee, dat doen we niet. Ja, komkommers kan. Die duren ook niet zo lang. Maar goed, ik kan natuurlijk altijd steggelen. En ik kan hier een taak bij kopen. Ik heb daar nou, ik heb dat wel eens eerder gedaan. Niet zoveel, maar ik heb dat wel eens eerder gedaan als dat voor mij wel wat gunstig is. Want ik zit nu... ik zit nog niet zo hoog, hè, met de punten. Hoeveel moeten we eigenlijk nu? Want dat wil nog wel eens wijzigen. Is het weer 1190 of 1150? Of is het nog steeds 13? Ja, 1150. Okay. Maar ik heb niet zulke beste taken. Verkoop goederen. Die kan ik wel. Maar goed, die pottenbakkerij die ga ik niet redden. Met 7 stuks. Minimaal bijna 3 uur, dus 21 uur, dus dat ga ik niet redden. Nope. Maar die komkommers misschien wel. Dat is nog wel te doen. Komkommers. Pakken we die erbij. Yo. Ook idee. Ga ik hier naartoe. Want ik heb die appels. Dus die kan ik nou een appeltje inleveren. En dan heb ik heel veel punten erbij. Heel veel tokens. Ja, dat gaat op een gegeven moment wel een beetje snel. Gaan draaien. Dat is leuk. Dus ik pak nog een klein beetje extra benzine. Dat is wel weer de laagste die ik pak. Dat is ongelooflijk. Dit is allemaal leuk. Maar dat is weer gokken. Hè? Dat kennen we wel. Eén bom. Nou, die ene bom, dat is op zich nog wel een optie. Maar ik ga lekker naar de volgende ronde. Pak ik de puzzel? Ja of nee? Of pak ik een bom? Dat kan ook. Ah, ik pak de bom. Die is 10 diamanten, hè? Ja, ben ik klaar mee. Doen we niet. Maar dat wordt toch zo'n gewoonte dan, om het elke keer te doen. En ja, gaan we niet aan beginnen. Kijk, hier kan ik... Oeh, 128. Waarom rijdt hij nou om? Echt, hè? Hier zit een kip. Ik geloof dat we ze al hebben. Ik zal me niks verbazen. Maar als ik al in een korte tijd heel veel kippen kon vangen, dan moeten de andere mensen toch ook wel lukken, denk ik. Ik zag gisteren best wel veel beweging in het dorp, dus ik zou bijna zeggen van... Altijd even kijken waar die naartoe gaat met die taakopdracht. Met die boodschappen zorgverzoek. Dan gaat naar de volgende. Dat hij niet al die gebouwen voorbij rijdt. Nou heb ik volgens mij alweer 4 kippen gevangen. Misschien wel 5. Deze moet ook naar de bezorg. Waar moet hij naartoe dan? Wat heb ik deze net gedaan? Oh ja. Dan gaan we hier naartoe. Nou, dan heb ik toch in een korte tijd behoorlijk wat tokens verdiend. Ik denk dat ze bij Supercell ook wel een beetje gezwicht zijn voor alle commentaar wat is geleverd in Slack door de content creators. Gelukkig bij deze. Dus heel positief. We kunnen een keer kippendorp doen op een leuke manier. En dat vind ik super. We gaan even benzine tanken. Misschien iets gratis. Ja, het was te verwachten. Ik had een beetje gehoopt. Maar ik krijg wel heel veel blauw, hè. Ook niet gunstig. Deze. Dat kunnen we nog niet zien. Nou, dan gaan we hier gewoon naartoe. Want we hebben niet zo heel veel benzine meer. We pakken nog een kip erbij. Huppakee. Dus... goeie. Ja, dat kunnen we wel gebruiken. Kijk, komen we weer een klein beetje in balans. We proberen toch een beetje in balans te blijven. Hè? Ja, dat is ook prima. Nou, heb ik in die korte tijd dat ik dus bezig ben, heb ik toch maar mooi even een paar honderd tokens verdiend van elk. Dat is toch wel leuk. En dat maakt al, dat is nou wat ik bedoel. Dit kost zover dus ook niks, hè. Dat is soms ook een beetje mijn vraag naar Supercell. Van, wat maakt het jullie nou uit dat jullie het iets makkelijker maken en iets leuker maken voor de spelers? Het kost er niks extra's. Ze hoeven alleen maar een paar dingetjes in de code, in het coderen te veranderen. Een paar settings en klaar is Kees. Het is niet zo dat ze een hele middag bezig zijn om dit uit te vogelen. En dan denk ik bij mezelf, ja, jongens, maak het nou gewoon leuk voor de spelers. En doe dat nou eens ook vaker. Denk eerst eens nou eens na voor je dingen gaat zeggen en doen. En dan dat je eerst weer de hele community over je heen krijgt. Met wat is dit nou weer? En waarom hebben jullie dit en dat en dat en dat niet gedaan? Waarom doe je dat niet vooraf? Waarom moet je nou eerst... voor teleurstelling zorgen en daarna voor plezier. Maak het meteen plezier. Dat is zo makkelijk. Dat is zoveel leuker voor ons als spelers. Dan blijf je positief en dan heb je ook zin om te spelen. Dan kom je weer terug en denk je, ah, ik heb weer wat benzine, ik ga weer wat proberen. En dan maakt het ook leuk. Het is zo eenvoudig. Het is zo eenvoudig. Tom ligt slaap, die doen we niet. Oh, die gaan we niet inhuren. Nee, die chef laten we lekker achterwege. Dus even kort mijn denkwijze over de laatste veranderingen in het dorp met de kippen. Hoeveel heb ik trouwens nou, kippen? Ik ben even benieuwd. Nou, 139 kippen, dus ze zijn allemaal al binnen. Klaar. Hartstikke mooi. Super. Nu kunnen we lekker wat extra tokens gaan verdienen voor meer prijsjes. Gewoon wat meer landmateriaal en misschien een puzzelstukje voor mij, een permit. Nou is het leuk. Ik wilde dit toch eventjes met jullie delen. Hele fijn weekend. Geniet van het mooie weer. En tot de volgende keer. Bye bye. Hey, de laters.